Het draaien van Joachim met schieten en Verhoeven. Geweldige redding. In 2012 maakt Jeroen Verhoeven de overstap van Ajax naar FC Utrecht. De keeper blijft in de Domstad tot 2015. Als hij terugdenkt aan zijn tijd in de Galgenwaard, zien we gelijk een glimlach op zijn gezicht. Ik kon bij FC Utrecht meetrainen, een conditie ophalen en klikte meteen. Het was gewoon een hele mooie club, meteen warm. Met de spelersgroep klikte het heel goed. En ik heb hem ook meteen tegen mijn zakennemer gezet, doe maar hem hier tekenen. Ik heb het heel goed naar mijn zin. Tegenwoordig zien we Verhoeven terug in Amsterdam, waar hij in de nadagen van zijn loopbaan kiept bij derde divisionist De Dijk. Nadat ik gestopt was bij Volendam, werd ik gebeld door Heino Braspenning. En die was vroeger keeperstrainer bij Volendam. En die zei van, nou, heb jij zin om hier te komen keepen? Nou, toen zijn we in gesprek gegaan en hij heeft zijn ambities verteld en wat hij voor ogen had met De Dijk. Dat sprak me heel erg aan. Dus zodoende zitten we nou hier aan het water in Amsterdam. Het is een hele kleine, gemoedelijke club. Maar met een hele leuke spelersgroep, met hele goede voetballers in staan. Is het gewoon genieten elke zondag, want we spelen echt leuk voetbal. Aanstaande zondag speelt de FC in de Arena tegen Ajax. Voor Verhoeven is dit een bijzondere wedstrijd. Hij speelt tussen 2009 en 2012 voor de Amsterdammers en kan de wedstrijd dus van twee kanten bekijken. Nou, de indruk van Ajax naar Utrecht is minder en bij Utrecht is het echt de wedstrijd van het jaar. En ja, Ajax heeft het altijd lastig tegen Utrecht, omdat Utrecht er vol bovenop klapt. En thuis helemaal, als het de Galgenwaard erachter gaat staan, ja, dat is gewoon, hebben ze het gewoon moeilijk. Moest je wennen dat je van Ajax naar FC Utrecht ging? Was dat ook qua cultuur en dat soort dingen allemaal weer heel anders dan wat je in Amsterdam gewend was? Nee, het grappige is dat bij Utrecht ook gewoon de druk hoog ligt. Want iedereen bij Utrecht wil ook altijd winnen en als er verloren wordt, dan zitten de supporters ook in je nek. Dus eigenlijk het grote verschil is natuurlijk wel de hoeveelheid aan support en hoeveel mensen bij Ajax betrokken zijn. Maar bij Utrecht is het ook behoorlijk massaal. Ja, en dat, het is ietsjes kleiner, maar voor de rest, qua support is het natuurlijk ongeveer hetzelfde. Verhoeven krijgt tijdens zijn carrière een bijzondere bijnaam. Zelf ziet hij er de lol wel van in. Als zoals bijvoorbeeld bij Volendam begon het, als ze tegen de keeper van FC Volendam gaan beginnen, die het laatste staat en bijna de meeste doelpunten tegen hebt, dan beschouw ik dat als een compliment als ze mij uit de wedstrijd proberen te halen. Ja, en eigenlijk vindt iedereen een pizza ook lekker, denk ik. Ja, ik denk het wel als ze dat roepen. Ik denk dat het goed is voor de New York pizza in Amsterdam. Bij De Dijk wil de oud-Utrechter vooral genieten en doen waar hij goed in is. De mindset is nog steeds, je wil ballen tegenhouden. En ja, ik heb er altijd in gestaan, als ik geen bal krijg, heb ik de beste wedstrijd van mijn leven gespeeld. Zo sta ik er nog steeds in. Ik hoef geen bal te hebben de hele wedstrijd.